ga je zo een stoomcursus Bijbel geven. Maar eerst even over mijn opa. Die man die heeft hier huis gehouden. Hij was meester ontploffen. Hij ruimde dit soort bunkers op. Oude rommel nog uit de oorlog. Maar die begonnen in te storten en is te gevaarlijk voor toeristen. En die vervelende herinneringen aan de oorlog, dat is natuurlijk ook niks. Maar ja, hoe krijg je die kolossen ooit weg? Mijn opa vult dat hele boeltje met dynamiet en bam, daar gingen ze. Kijk, hier heb je mijn opa. Stoere jas, dikke sigaar. Die man regelt dat wel even. Dit is een vent. Het is mijn geschiedenis. En ik ben er trots op. Mijn opa. En hij is niet alleen een goede aannemer. Hij is ook een diep gelovig man. Hij vertelt niet alleen zijn eigen geschiedenis door, maar ook de Joodse geschiedenis. Die van de Bijbel. We hadden zogezegd een eigen familiealbum. En dat van de Joop. Nou, mijn beloofde stoomcursus over de Bijbel. De Bijbel begint met de Torah. 5 boeken. En de kern daarvan is dat de Joden gevangen zitten in Egypte en daaruit worden bevrijd. Vervolgens kunnen ze zich dan gaan vestigen in het land Israël. God is een bevrijder en dat moet iedereen weten. De tweede serie zijn 13 verhalen over hoe het verder ging met het Joodse volkje. Hun hoogte en hun dieptepunten. En de gedichten die ze lazen tijdens een feest. Ze moesten vieren dat ze bij die bevrijdende God horen. Dan volgt een hele serie profetieën. En dat zijn er maar liefst 21. Want de grote opdracht luidde dat de hele wereld moest weten wie die God is. Maar de Joden slagen er niet zo heel erg in. En al die profeten moeten hen continu blijven herinneren aan die grote opdracht. Want de hele wereld moet wel echt weten hoe mooi die God is. Dit is het eerste deel, het Oude Testament. Het is allemaal ergens voor het jaar 0 geschreven. En daarna volgt het tweede deel, het Nieuwe Testament. Dat gaat meer over Jezus en zijn volgelingen van na het jaar 0. Jezus die pakt namelijk die oude missie weer op. Hij laat aan de wereld zien wie God is. En hij doet het wel zo precies dat die oude opdracht nu eindelijk is vervuld. Zijn levensverhaal wordt maar liefst 4 keer verteld in de zogenaamde evangelie. Vervolgens krijg je nog 1 boekje over het stichten van de nieuwe gemeentes. Dat zijn de handelingen. En dan krijg je een stapel brieven, 22 maar liefst. Het is een selectie van de briefwisseling van de nieuwe gemeentes. Brieven van Griekenland, Rome, Turkije, Jeruzalem. De boodschap van de Joodse God wordt nu wel opgepikt. God is niet meer opgesloten in Israël. Maar gaat als een lopend vuurtje de wereld rond. En dit zo samen is de Bijbel. En dat woord betekent eigenlijk ook niet veel meer dan boeken. En dat klopt. 66 boeken dus. Maar wat heb je eraan? Waarom vertelde mijn opa me dit? Deze boeken zijn door en door Joods. En ik ben een voorberg. We zijn toch geen Joden? Jezus vindt bloedbanden totaal onbelangrijk. Wat je gelooft, waar je voor gaat, dat bepaalt uiteindelijk voor hem bij wie je hoort. En zo kun je dus volgens Jezus zomaar familie van die oude Abraham worden, omdat je in dezelfde God gelooft. En dan wordt het Joodse familiealbum opeens ook jouw familiealbum. Elke atheïst, christen, agnost, Jood, moslim, Griek, Turk kan kind van Abraham worden. Als je gelooft in de goede God die onze wereld heeft gemaakt en de mens wil redden van zichzelf, dan ben je familie. Dus in Jezus' komst ben jij ook welkom. Ik ben trots op opa. Maar opa zou zeggen, je vader doet het best aardig, maar je hebt maar 1 echte vader. Dat is de God van Abraham, Isaac, Jacob en opa Voorberg. Ik mag mijn opa wel. Stoere kerel. Een goed verhaal.